Het was gezellig druk op de velden van voetbalclub PH, waar het derde Wout Brama voetbaltoernooi werd gespeeld. Wout Brama, je hebt onlangs afscheid genomen van het betaalde voetbal. Yes. Hoe voelt het om terug te zijn op ole grond? Ja, ik kwam hier nog wel eens, maar niet super vaak meer. Maar ja, hier voelt het altijd wel eens thuis. Hier ben ik begonnen als 4-jarig jochie, dus van 4 tot mijn 12e gespeeld. En nu op mijn 36e weer terug. En mijn broer speelde hier nog, dus ik kwam hier nog wel eens. Je hebt je naam verbonden aan het voetbaltoernooi van PH. Ja. Hoe is dat zo ontstaan? Ze hebben mij dat 3 jaar geleden gevraagd, toen ze het toernooi hadden opgezet. En daar was ik meteen enthousiast over. Ja, als je voor je oude club, als zij een toernooi voor jou organiseren met jouw naam, dat is natuurlijk wel, ook wel een eer. Dus het is wel mooi om te doen. Wat neem je waar aan al die voetballende meisjes en jongens? Ja, ik ben net aangekomen, het is vrij druk moet ik zeggen. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Toen ik zelf zo jong was, vond ik toernooien geweldig om te spelen. De hele dag lekker voetballen en met je team bezig zijn. Ouders kijken, mooi weer erbij, dus nee, dat is genieten. Wat heb je altijd het mooiste gevonden aan voetballen? Ik vind voetbal de mooiste sport die er is. Dus met elkaar in de kleedkamer zitten en lol maken. En op het veld je passie kunnen volgen en daar nog eens je werk voor kunnen maken. Ja, dus voor mij is dat een droom die uit is. Hoe kijk je terug op je voetbalcarrière? Met veel dankbaarheid en trots. Ik heb het 18 jaar gedaan, waarvan 14 jaar bij FC Twente. Ik ben daar heel erg dankbaar voor dat ik dat meer mogen maken. Dat ik met Twente kunnen meegroeien naar een niveau waar ik in de top subtop van Nederland behoorde. En daar mooie dingen mee meegemaakt. Dus ja, dat vond ik zelf, ben ik daar heel dankbaar voor. Heb je tot slot nog een advies voor alle deelnemers aan het toernooi? Heel veel plezier. Wees een beetje lief voor elkaar. Geniet ervan. Dit zijn de mooiste jaren van je voetbalcarrière. Ik vind deze leeftijd veel leuker dan toen ik 35 was. Wout Brama was er samen met zijn ouders. Ze deelden het kinderboekje uit dat Wout samen met voetbalster Maud Roetgink maakte. Het heet Wout en Maud en het geheim van de trainer. Natuurlijk zette Wout Brama graag zijn handtekening voor de fans.